Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over probiotica en de link met afvallen. En dan welke potjes probiotica je moet hebben om af te vallen. Oh mijn god, ik hou er helemaal niet van om dit soort dingen te zeggen. Ik ben ook niet van dit soort claims en zo, want het slaat helemaal nergens op. Er zijn geen wonderpillen, er zijn geen potjes met dingen waar je gewoon zomaar van afvalt. Dus als je deze video ook afkijkt, zul je erachter komen hoe het allemaal in elkaar steekt. Hoe magisch probiotica wel degelijk is. Maar ik vind het toch ook wel lastig om dit soort dingen zo te zeggen. Hè? Welke potjes je moet hebben om af te vallen. Maar aan de andere kant, ik weet ook dat ik in deze video allemaal dingen ga zeggen. Claims ga doen. Als ik die van een ander had gehoord, dan zou ik met mijn ogen gaan rollen. En denken, ja, doe even normaal. Maar alles wat ik ga zeggen vandaag, daar heb ik de wetenschappelijke onderbouwing voor. Ik zal het artikel linken in de beschrijving waarin alle wetenschappelijke onderbouwing staat. Dus je kunt het rustig even nalezen mocht je me niet geloven. Maar ik waarschuw je, ik ga dus echt dingen zeggen in deze video waar ik zelf mijn ogen om had gerold, zeg maar. Maar goed, laten we maar meteen beginnen. Even heel kort, wat is probiotica? Een verzamelnaam voor verschillende bacteriën die aanwezig zijn in voedingsmiddelen. En die bacteriën, dat zijn goede bacteriën. Die zijn goed voor je darmflora. Je darmflora is eigenlijk de naam voor gewoon het leven wat zich bevindt in je darmen. En daar zitten dus die bacteriën, die eten dingen, die poepen dingen uit, die verteren dingen. Nou, dat hele gebeuren wat er gaande is in je darmen noemen we de darmflora. Je kunt een gezonde darmflora hebben of een niet gezonde darmflora. Een gezonde darmflora staat meestal bekend omdat er veel goede bacteriën lekker bezig zijn en dat er verschillende stammen aanwezig zijn. Dus heel veel verschillende stammen dienen weer voor andere dingen en daar komen we dan op een gegeven moment tot bepaalde potjes die invloed hebben op je gewicht. Dus bepaalde stammen die in bepaalde potjes zitten, die invloed hebben op je gewicht. Maar daar zijn we nog niet. In ieder geval, probiotica zit dus in voeding. Maar je kunt dus ook innemen in de vorm van een supplement. En dan is het de vraag, welke stam of stammen neem je in de vorm van een supplement? Als we het even hebben over voeding, is het naar mijn mening heel belangrijk dat we af en toe een beetje probiotica binnenkrijgen. Door middel van yoghurt of kefir, zuurkool, kombucha. Alles wat gefermenteerd is, is een grote kans dat daar probiotica in zit. Dan komen we al bij de eerste claim. Dat is dat je darmflora invloed heeft op je gewicht. Er zijn duizenden en zelfs meer nog bacteriën aanwezig in je verteringsstelsel. En de meeste daarvan zijn goede bacteriën die produceren belangrijke stoffen. Zoals vitamine K en bepaalde B-vitamines, etc. Wat die bacteriën nog meer doen is ze helpen met het afbreken van vezels. Want vezels kunnen wij niet zelf verteren. Dus wij halen er niet zoveel uit. Vezels leveren geen calorieën voor ons. Die verhogen onze suikerspiegel niet. Vezels zijn eigenlijk voornamelijk bedoeld als voeding voor die goede bacteriën in onze darmflora. En op het moment dat die goede bacteriën de vezels aan het afbreken zijn, dan ontstaan er korte keten vetzuren. Nou, dat mag je eigenlijk wel meteen weer vergeten. Dat is alleen belangrijk als je daar verder op in wil gaan. En die zijn ook van toepassing op het moment dat we het gaat hebben over darmklachten en zo. Maar dat is niet voor deze video. Wat wel belangrijk is, is dat er in ieder geval twee belangrijke families zijn qua goede bacteriën in je darmflora. Ik ga niet de namen uitspreken, maar ik noem ze de B-bacteriën en de F-bacteriën. In je lichaamsgewicht is gelinkt aan de balans tussen die twee bacteriën. En wat blijkt? Dat mensen met een gezond gewicht een andere darmflora hebben in vergelijking met mensen die obese zijn of overgewicht hebben. De balans bleek dus als volgt. Mensen met een normaal gewicht bleken ongeveer evenveel B-bacteriën te hebben en F-bacteriën te hebben. Mensen die overgewicht hadden of obese waren, die hadden veel meer F-bacteriën en veel minder B-bacteriën. Nou, dan heb je dus iets om op voor te borduren wat betreft onderzoek. Want dan kun je dat wel als conclusie hebben. Maar je kan dan ook denken, misschien komt dat wel door wat de mensen eten. Dus wat er daarna is gedaan, is er zijn onderzoeken gedaan met muizen. Dus dat is natuurlijk ook niet helemaal nog super, super betrouwbaar. Maar daar beginnen we natuurlijk vaak bij. Ze hebben bacteriën uit de darmflora van muizen met overgewicht en muizen die obese waren in de darmflora geïnjecteerd van muizen die een gezond gewicht hadden. En ze hebben verder dan niets veranderd aan de omgeving, maar gewoon gekeken naar wat er zou gebeuren. Wat bleek? Die muizen die eerst een normaal gewicht hadden en die darmflora toegediend kregen van de muizen die overgewicht hadden, kregen op een gegeven moment ook overgewicht. Dat is echt mindblowing. En volgens mij hoor ik dit onderzoek ook wel vaker voorbij komen in verschillende podcasts. En wordt het echt als in de krantenkoppen gebruikt in de wetenschapwereld, zeg maar, wat betreft darmflora en zo. Dus dit was echt wel een onderzoek wat liet zien van holy shit.
Er is echt wel iets heel belangrijks aan de hand in je darmflora wat invloed heeft op je gewicht. Dus dat gaat eigenlijk veel verder dan dat advies van eet gewoon minder, weet je wel, tegen mensen met overgewicht of obesitas. Van je moet gewoon wat minder eten. Ik heb daar laatst ook een video over gemaakt. Ik zou het ook eventjes in de notes zetten hier. Volgens mij staat deze kant, maar ik weet niet zeker. Maar ook even link in de beschrijving. En dat gaat in op het psychologische gedeelte. Dat je niet zomaar tegen iemand met overgewicht kan zeggen eet gewoon minder, weet je wel. Dat is toch zo makkelijk. Maar nu blijkt dus ook dat er iets anders aan de hand is van binnen. Wat ook nog eens van invloed kan zijn. Hoe kan probiotica daar nou positief invloed op uitoefenen? Oftewel, welke pil moet je slikken om af te vallen? Nee, zo simpel ligt het natuurlijk niet. Maar als je deze onderzoeken inmiddels begrijpt, dan kun je ook wel inzien van hey, wacht eens even. Misschien heeft het wel zin om wat meer aandacht te vestigen op mijn darmflora en om die gezond te houden. En het mooie daar weer aan is, die kun je zeker wel gezond houden door supplementen toe te dienen. Maar je moet daarnaast vezels eten, bewegen, goed slapen, je hormonen in balans houden. Er zijn heel veel dingen die tezamen voor zorgen dat je darmflora gezond is. Maar de probiotica en de vezels zijn wel echt de basis. Dat is wel waar het bij begint. Er wordt zelfs gedacht, en daar heb ik één onderzoek bij gevonden, dat sommige stammen van probiotica ervoor zorgen dat ze de absorptie van vet uit voeding kunnen remmen en de opgenomen vetten via de ontlasting het lichaam uit kunnen laten gaan. In andere woorden, er worden minder calorieën opgenomen uit je voeding. Dat betekent niet dat je een probiotica pil slikt en dan meer gaat eten, want dan ben je het aan het tegenwerken. Maar het is wel interessant om dit soort onderzoeken wel mee te nemen in je gedachten van oké, blijkbaar is er veel gaande. Dat is eigenlijk wat ik net ook zei. Hoe kunnen we dat tot ons voordeel gebruiken, maar er niet blind op gaan staren? Want dat is nooit de oplossing. Nou, het interessante nieuws is, sommige bacteriën lijken dus op deze manier te functioneren. En het lijkt erop dat dit de meeste stammen zijn van de Lactobacillus familie. Dus niet allemaal, maar de meeste. En daar ga ik zo meteen op in, maar er zijn namelijk nog een paar manieren hoe probiotica invloed kan hebben op je gewicht. Een andere manier is dat probiotica ervoor zorgt dat je lichaam het GLP-1-hormoon aanmaakt. Nou mag je die naam in principe vergeten, maar wat dat hormoon doet, is dat het je verzadigingsgevoel verhoogt. Dus je zit sneller vol voor je gevoel. Veel mensen realiseren dit niet, maar hoe vol je zit en hoeveel honger je hebt en zo, wordt grotendeels bepaald door hormonen in je lichaam. Dus dan is het gunstig om te weten hoe bepaalde dingen die hormonen beïnvloeden. Dus hoe probiotica blijkbaar dat GLP-1-hormoon kan verhogen, wat dus je verzadigingsgevoel verhoogt. En daarnaast kan dat hormoon je ook nog eens helpen om meer calorieën te verbranden. Jongens, ik zeg dit niet zomaar. Ik word zo ongemakkelijk om dit soort dingen te zeggen. Maar de onderzoeken zijn gelinkt voor de non-believers, zeg maar. Je kunt de onderzoeken lezen. Het is dus wel grappig als je het zo bedenkt. Dus hoe meer je van dat hormoon in je bloed hebt zitten, hoe voller je zit eigenlijk. Dus hoe minder je eigenlijk dan hoeft te eten, want je bent verzadigd. En hoe meer je ook nog eens verbrandt. Maar ga nou niet, er zijn altijd van die gekkies die dan ineens gaan denken, dan gaan ze alleen maar van die pillen slikken, want hè, daar verbrand ik het meest. Maar zo, weet je, op een gegeven moment, je lichaam gaat er tegen werken. Dus doe dat alsjeblieft niet, maar het is wel interessant om te weten in ieder geval. En er is nog iets anders wat probiotica doet, en is de aanmaak van een bepaald eiwit verhogen in je lichaam. En dat eiwit is afgekort met weer zo'n term, ANGPTL4. Hé, daar hebben we hem. En dit is een eiwit in je lichaam dat waarschijnlijk de vetopslag vermindert. Nou, dan gaan we het nog even hebben over afvallen en buikvet. Zoals ik zei, is dus de Lactobacillus familie een belangrijk om in de gaten te houden als het gaat om afvallen, maar ook om buikvet te verliezen. Uit onderzoek is gebleken dat het eten van yoghurt met één van die twee stammen van de Lactobacillus familie kon helpen om 1 tot 4% van het lichaamsvet kwijt te raken over een periode van 6 weken. Nou, dan denk je misschien, oké, wat hebben die mensen dan nog meer gedaan in die 6 weken? Hebben ze misschien meer gesport of gezonder gegeten, minder gegeten of wat dan ook? Wat bleek? En ik zal het even oplezen uit het onderzoek. The percentage fat loss observed in participants was not due to diet or visceral caloric density loss as participants consumed identical amounts of calories. Dus dat is ontzettend interessant om te weten. Nou, er is nog een ander onderzoek en dat ging over 125 vrouwen die 3 maanden op dieet werden gezet. En een deel van die vrouwen kregen probiotica supplement. De vrouwen die het supplement hadden gekregen vielen 50% meer af
dan de vrouwen die niet het supplement hadden gekregen. En de vrouwen die niet het supplement hadden gekregen, kregen wel een placebo-pil. Zodat het niet een verschil was van, oh, ik neem nu een pil in, dus het zal wel werken. Dus hè, stiekem misschien wat meer lopen. Soms helpt dat, hè, dat je, als je een steuntje in de rug hebt, dat je dan wat meer je best doet. Nee, ze kregen dus allemaal wel gewoon een pil. Maar het ene deel een placebo en het andere deel een probiotica-supplement. En wat ook nog bleek, was dat de vrouwen die een probiotica-supplement hadden gekregen, dat op een gegeven moment toen het dieet afgelopen was en ze in de fase kwamen om het gewicht te onderhouden, dat ze nog steeds afvielen. Ik moet wel even zeggen, ik weet niet of ik dat had gezegd, dat het ging om 125 vrouwen met overgewicht en niet 125 vrouwen met een normaal gewicht. Dus dat is een heel belangrijk dingetje. Vooral ook omdat ik in het begin aangaf dat mensen met overgewicht en obesitas een verstoorde darmflora zouden kunnen hebben tussen die B-bacteriën en die F-bacteriën. Dus mensen met een normaal gewicht, daar zou het niet per se heel erg van invloed op zijn. En ergens vind ik dat ook wel goed. Want er zijn heel veel mensen die een redelijk normaal gewicht hebben, maar in hun hoofd denken dat ze moeten afvallen. En dat zijn vaak mensen die door kunnen slaan met dit soort informatie. Dus dan kan ik je bij deze vertellen, alleen dus mensen met overgewicht of mensen die obese zijn, daar zien we dus echt die enorme resultaten bij. Er zullen ook wel degelijk resultaten zijn bij mensen met een iets normaler gewicht. Er zijn dus een aantal stammen van de Lactobacillus familie. En één van die stammen, daar heb ik het nog niet over gehad, die blijkt echt het meest veelbelovend te zijn wat betreft het afvallen. Hij wordt soms zelfs benoemd als anti-obesitas probiotica. En dan hoor je het weer, het gaat weer over obesitas in dit geval. En er zijn een aantal waanzinnige Japanse onderzoeken met bizar geweldige conclusies. Die kun je even rustig nalezen. Ik ga niet elk onderzoek vertellen, maar ik vond een aantal wel interessant om even met jullie te delen. Is dat er 210 mensen waren met heel veel buikvet. Dus echt hun middelomtrek was heel groot. Die kregen een probiotica supplement toegediend. Casseri, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Variant van Lactobacillus. En dat kregen ze voor een periode van 12 weken. En wat bleek na die 12 weken? Dat de hoeveelheid buikvet met 8,5% was verlaagd. Zonder dat er dus iets anders veranderd was aan hun leefstijl. Het was alleen maar het nemen van een probiotica supplement. Maar wat wel bleek is, dus op het moment dat ze stopten met het nemen van een probiotica supplement, toen kwamen ze weer aan in buikvet. Dus er is wel zo'n dingetje van, oké, heb je dus alleen maar een probiotica supplement genomen en daar dus niet voor gezorgd, hè? Dus je moet je voorstellen, je neemt een stam bacteriën in, die komt aan in je darmen. Is het in je darmen fijn voor die bacteriën om te kunnen overleven, om voor te kunnen planten, om lekker te kunnen eten aan vezels en zo? Is dat niet het geval, dan sterft die weer uit. Dus grote kans, en dat is vaak ook wel zo bij mensen met veel buikvet, visceraal vet, is dat dat echt gelinkt is aan een wat ongezondere leefstijl. Met veel transvetten, veel suikers, veel bewerkte voedingsmiddelen. En dat is dan ergens ook wel weer logisch dat als die mensen met veel buikvet probiotica nemen, dat hun buikvet vermindert en als ze daarmee stoppen en verder niks veranderen aan hun leefstijl, dat die bacteriën het ook niet overleven. Want die hebben echt lekker groente, fruit, vezels, volkoren producten nodig om lekker te kunnen leven daar in je darmen. Nou, er zijn ook een aantal probiotica die het aankomen tegengaan. Er zijn een aantal probiotica die geen enkel invloed lijken te hebben wat betreft het afvallen dus, of het gewicht. En die kun je gewoon rustig even nalezen in het artikel wat ik link in de beschrijving. Maar ik zal jullie nog heel even als laatste meegeven welke potjes er op de markt zijn met die ene stam van Lactobacillus Casseri. Noem ik het Casseri? Casseri. Casseri klinkt zo plat. Maar goed, in ieder geval met die stam. Dat zijn de volgende potjes allemaal. Ik heb ze hier in het scherm staan. Die zal ik ook linken in de omschrijving. Je hoeft niet eerst naar het artikel als je benieuwd bent naar deze. Je kunt gewoon direct naar de webshop. Het zijn verschillende merken, verschillende webshops. Zelf slik ik elke dag ook probiotica. En ik heb een aantal van deze potjes ook in de kast staan. En ik wissel ze een beetje af. Want ik vind een aantal andere stammen belangrijk voor mij specifiek. Maar dat is om andere redenen. Dat heeft meer met mijn darmen te maken. Alles staat gelinkt in de beschrijving. Ik hoop dat jullie dit een interessante video vonden. Ik vind darmflora zo boeiend. Er is zoveel informatie. Laat me weten wat voor vragen je hebt. En ik hoop dat ik ze of in de comments kan beantwoorden. Of in een artikel. Of in een nieuwe video. Oh ja, vergeet me niet te volgen op Instagram. @tennystepanosjan. Abonneer als je niet wil missen. Like de video. Doet het altijd goed voor mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week woensdag voor een nieuwe video. Bedankt voor het kijken allemaal. Doeg!
I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me.